Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Meer buitenlandse toeristen naar Brabant betekent meer geld voor onze economie. Hoe lokken we ze hier naartoe? Helene Huisjes van Visit Brabant, die weet hoe. Voor veel toeristen is Eindhoven Airport de poort naar de grachten van Amsterdam. Maar directeur Joost Muis stuurt ze liever door naar de grachten in Den Bosch. Mijn kampioen voor vandaag is misschien wel de grootste ambassadeur van Brabant. Sportmarketeer Bob van Oosterhout. Hoe maken we van Brabant een toeristische hotspot? Dit is Booming Brabant. Brabant als toeristische trekpleister. Welkom bij deze speciale aflevering van Booming Brabant. Het zou ons duizenden nieuwe banen opleveren als Brabant wordt ontdekt als toeristische hotspot van Europa. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ook Eindhoven Airport die ziet ze niet alleen graag vliegen, maar ook onze provincie verkennen. Er liggen nog heel veel kansen. Verder gaan we vandaag op ontdekkingstocht door Den Bosch. Letterlijk in de voetsporen van Hieronymus Bosch. En we hoeven eigenlijk alleen nog maar te trappen, want de nieuwe fiets-app die stuurt ons vanzelf langs de mooiste plekjes van Brabant. En mijn kampioen van vandaag is sportmarketeer Bob van Oosterhout. Ja, Bob, als iemand Brabant kan verkopen, dan ben jij het wel. Nou, ik hoop het. Ik ben benieuwd naar jouw inzichten van straks. Je hebt natuurlijk nieuws voor ons meegenomen. Valkenswaard, gekozen tot wandelgemeente van het jaar. Ja, we hebben het vandaag over de vrije tijdseconomie, we hebben het over positioneren, we hebben het over het verkopen van Brabant. En nou heeft Valkenswaard het gepresteerd om zichzelf eigenlijk op de kaart te zetten als de wandelgemeente van Nederland. En eigenlijk is dat ontzettend slim gedaan, want niet alleen Brabant zelf, maar ook alle steden moeten continu blijven nadenken van waarin ben ik ste. De beste, de grootste, de mooiste, de meest onderscheidende. En Valkenswaard heeft dit erg goed gedaan. Daar kan iedereen een voorbeeld aan nemen. En dit gaat heel erg helpen om in ieder geval lokaal weer mensen te trekken en toerisme een stukje op de kaart te zetten. Ja, en daar zijn ze bij Visit Brabant heel erg blij mee, denk ik. Hè? Hebben we het straks ook over. We hebben natuurlijk ook iets uitgezocht wat ons opviel deze week. Ergernissen op de werkvloer, we kennen ze allemaal. De Volkskrant die kwam met een eigen onderzoek over het omgaan met kantoorirritaties. En daar kwam een irritatieranglijst uit en wij presenteren je de top 3. Hier is hij. Met stip op 1, gewichtig doenerige managers. Managers die niet tegen kritiek kunnen en die zich verheven voelen boven het personeel. Ja, op 2 dan, eindeloos vergaderen. We willen juist snel knopen doorhakken en vooraf lobbyen of door persoonlijke belangen spelen. En dat scheelt natuurlijk een hele hoop tijd. Op nummer 3, meer doen met minder mensen. Dan komen we uit op tijdsdruk. Het komt voor dat mensen 10% meer moeten produceren met 10% minder mensen. En dat is praktisch onmogelijk. Nou zitten hier vandaag 3 directeurs aan tafel. Dus de vraag is eigenlijk simpel. Irriteren werknemers zich wel eens aan jou, Bob? Nee, ik herken me totaal niet in punt 1. Gewichtig doenerige managers. En ik verbied mijn mensen ook hier iets over te zeggen verder. Dus ik stel voor dat we naar punt 2 gaan. Eindeloos vergaderen doen we ook niet. Nee? Denk ik. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Natuurlijk hebben wij ook irritaties op kantoor. En dat zit hem vaak meer in de druk waarmee wij ons werk doen. Want je weet, Annemarie, we werken heel hard. Sport is 24/7, sport is altijd. En dat zorgt wel eens voor wrijving, maar tijdsdruk om te presteren dus. Ja, die is er bij ons heel erg. Het is echt wel topsport wat wij doen. En jij, Joost, ben jij een leuke baas? Ik weet niet of ik een leuke baas ben. Ik probeer wel mijn best te doen. Niet zozeer om een leuke baas te zijn, maar wel op een goede baas te zijn. Maar als ik iets zie, dan denk ik van, gewichten doenige managers, dat herken ik niet zo bij Eindhoven Airport. Maar meer doen met minder mensen in de zin van, wij groeien natuurlijk heel hard. En meer doen met hetzelfde aantal mensen, komt een beetje op hetzelfde neer. Ja. Maar we groeien verschrikkelijk hard. Dus, en dat betekent dus ook elke keer weer meer werk voor de mensen die bij ons werkzaam zijn. Bij jou, Helene, kun jij het aan als je merkt dat er irritaties op de werkvloer zijn die misschien jou wel aangaan? Ja, ik probeer er wel op te letten. En tegelijkertijd heb ik het zelf dan weer zo druk dat ik het ook niet altijd zal zien, hoor. Dus, misschien ook wel de kracht van een manager om daar een beetje over te Misschien moet je ook niet alles weten, maar nee. Ik sta er zeker voor open. En druk hebben we het allemaal. En daar zal echt wel eens iets gebeuren. Ja, zo ik zal is er morgen het. Nog eens naar vragen. Goed idee. Innovatie dan. Ja, kom je regelmatig in Den Bosch, dan is het je zeker opgevallen. Het is een stuk drukker in de stad. En dat komt natuurlijk vooral door het Jeroen Bosjaar. Dankzij een speciale app op je telefoon kun je de Bosch Experience beleven. Het is een ontdekkingsreis door de stad.
Bos Experience is een belevingsroute door de stad ´s-Hertogenbosch, die de bezoeker aan de hand neemt om terug te gaan in de tijd naar Hieronymus Bosch, die hier natuurlijk heeft gewoond en gewerkt en waarschijnlijk ook is geboren 500 jaar geleden. Middels een hele speciale experience route kun je plekken zien die nog herinneren aan de tijd van Bosch, zoals zijn atelier, zijn woonhuis, de Sint-Jan die hij gebouwd heeft zien worden, de binnendiezen en allerlei locaties die er ook al waren in de late middeleeuwen. De Bosch Experience is heel innovatief omdat we het heel belangrijk vonden om bezoekers, toeristen aan de stad echt mee te nemen naar die tijd van Bosch en in de wereld van Bosch. En dan kan je het niet natuurlijk alleen doen met een foldertje. Dus dat betekent dat je echt alles uit de kast moet halen. Dus virtual reality, beaming, interactieve technieken, zeg maar, ook die we verwerkt hebben in een app. En dat hebben we gedaan met behulp van de expertise van de Efteling. De Bosch Experience wordt begeleid door een app. En in die app zit bijvoorbeeld een Tuin der Lusten spel. Dus dat is ook heel leuk voor ouders met kinderen om die route te lopen, op zoek te gaan naar al die beelden die ontsnapt zijn uit de Tuin der Lusten. En die moet je met je spel gaan vinden. We hebben op de route veel gebruik gemaakt van projecties. We hebben dat onder andere gedaan bij de Hemel en Hellevaart op de Binnendiezen. Mensen, zodra ik draai het Hellegat in, dat is meer dan 100 meter overbouwd. En is met enkele haakse bochten niet bereikbaar met het zonlicht. We hebben ook een show hier op de markt. Dus wat je tijdens de show ervaart is dat uit zijn raam allerlei creaturen ontstaan die hij destijds aan zijn brein zijn ontsproten. De relatie die hier gelegd is bij de Wonderlijke Club met de Bosch Experience is dat de tijd en de tijdgeest van Jeroen Bosch, dat die eigenlijk op enige plek in de Bosch hierboven op de Sint-Jan zichtbaar is. Hier zie je de luchtbogen, de luchtboogbeelden waarvan de figuratie en de typering ontstaan is in de tijd dat Jeroen Bosch hier rond op die Sint-Jan liep. Er is dus een beïnvloeding geweest van de Sint-Jan op Bosch en van Bosch op de Sint-Jan. Dat kunnen we rustig zo aannemen. Ik vind zelf dat het een ontzettend leuke manier is om letterlijk in de voetsporen van Bosch te treden. En zeker door het inzetten van dit soort technieken waan je je ook even in die tijd van Bosch. En wordt het je ook duidelijk en makkelijk gemaakt om die stad te beleven zoals hij hem beleefd heeft. Maar ook in de wereld van Bosch te stappen, die zo bijzonder en bizar is natuurlijk hier en daar. Geeft dat wel een extra dimensie aan zijn stad, aan ´s-Hertogenbosch. Mooi. Ja, de Bosch Experience, maar ook het Van Goghjaar in 2015, het trekt heel wat toeristen. Je zou denken dat Brabant genoeg te bieden heeft. Maar toch is Visit Brabant in het leven geroepen. Een organisatie die het toeristisch aanbod van Brabant moet versterken. Helene Huisjes, je bent directeur van Visit Brabant. Hoe staan we er eigenlijk voor als toeristische hotspot? Ja, Brabant heeft inderdaad heel veel te bieden, wat je al zegt. En tegelijkertijd zien we ook dat als je kijkt naar andere regio's in Nederland of in de buurlanden, dat wij relatief nog wel wat meer toerisme uit het buitenland of buiten Brabant naar ons toe zouden kunnen trekken. Oké, we kijken even, want we hebben er een kaart bij. In totaal zijn er 14 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland gekomen in 2015. Ja. Dat was een toename van 8%. En 1 miljoen daarvan kwam naar Brabant. Dat was een toename van 13%. Je zou zeggen, in eerste instantie positief, want er zit stijging in. Zeker, maar we hadden ook wel iets in te halen. Want de jaren daarvoor zag je dat Brabant relatief dan iets terugliep. Hè? Mm-hmm. Dus we groeiden nog wel, maar iets minder hard. Waar kwam dat door dan? Ja, dat zie je dan toch in een aantal trends waar Brabant dan misschien net niet helemaal op mee gaat. We hebben daarom echt een andere koers ingezet. We zien ook in Brabant relatief veel wat kleinere bedrijven. Nou, als die allemaal zelf hun marketing, hun communicatie, promotie moeten doen, is het ook best moeilijk om dan echt op die Duitse, Belgische markt of verder
de aandacht te krijgen. Maar wat was dat dan de gemiste kans van Brabant, zeg maar, waar wij niet in meegingen? Je ziet natuurlijk wel dat andere regio's zich steeds verder professionaliseren, beter in staat zijn zich te presenteren. En daar moet je wel in mee. Ja. En ik denk dat we die kentering in hebben kunnen zetten, ook door inderdaad te durven kiezen. Dus jouw intro inderdaad over durf te kiezen als gemeente of welk niveau dan ook, is hierbij ontzettend belangrijk. Okay, dus en daar dus zijn we mee begonnen in het jaar dat je nu ook die toename ziet. Maar aan de andere kant, 14 miljoen en maar 1 miljoen daarvan gaat naar Brabant. Ja. Als je het op die manier bekijkt, dan, dan is het half leeg natuurlijk. Maar er is nog een heleboel te winnen, dus daar moeten we echt nog aan werken. En als je ook kijkt naar zo'n nieuwe strategie inzetten. De helft zal Amsterdam zijn, neem ik aan. Of misschien wel drie kwart. Een derde van de buitenlandse bezoek komt in Amsterdam en blijft daar ook een tijdje. Een derde. Wij willen graag dat die bezoekers die daar ook het Van Gogh Museum bezoeken nu ook steeds beter dan de weg weten te vinden naar Brabant. En dat is een prachtige kans om juist de bezoeker vanuit Amsterdam, dat zal altijd een plek blijven waar men graag naartoe gaat. Mm-hmm. Daar moeten wij een stuk van naar Brabant brengen. Okay. Via Amsterdam of via Eindhoven. Dat is het doel. Nou, als we dan even naar 2015 gaan, dan hebben we het Van Gogh-jaar gehad. Hè. Ja. Dat werd geopend met het Glow in the Dark fietspad. Geïnspireerd op Starry Night van Van Gogh. Ontworpen door Daan Rozengaarde in samenwerking met Heijmans. Was dat nou een van de grote publiekstrekkers? We zien hem hier achter. Prachtig. Ja, nou, het was in ieder geval een enorme aandachttrekker. En dat is ook heel belangrijk. Dus ga je misschien meten wat er nu aan aantallen mensen over het fietspad gaat, dan is dat nog weer een ander getal dan wat het aan attentiewaarde heeft gegeven in het verre buitenland. Dat is van CNN tot in Brazilië. En je ziet wel dat daar nu fietsers en fietsliefhebbers hebben het op hun top 10 lijstjes staan. Nou, dat is echt uniek. Zo'n en die komen list van fietsers. Absoluut. Mag ik even een vraag stellen, Annemarie? Want ik ben heel erg benieuwd nu natuurlijk. Kijk, mijn vak is ook positioneren en vermarkten. Mm-hmm. En je zei net, we hebben het nu als Brabant redelijk op orde. Nou, dat is nog veel te doen. Er is nog veel te doen, oké. Okay. Ja. Maar wat is dan op dit moment die positionering van Brabant? Als ik jou zou vragen in drie woorden. Ja. Wat is dan, waarin onderscheiden wij ons vanuit jullie organisatie van al die andere provincies? Ja, nou, als je kijkt in Nederland, dan zie je toch wel dat natuur en mooie stad elkaar snel afwisselen. Mm-hmm. Dat is heel aantrekkelijk, ook voor de familiemarkt bijvoorbeeld. En ik vind onze troef op dit moment, en dat hebben we al laten zien, het werkt, is toch echt Van Gogh. Ja, en niet hè? Alleen als een schilderijenmaker, maar als een verhalenverteller. Ja. En dit verhaal van Van Gogh en alles wat hij heeft meegemaakt, heeft hij gelukkig in brieven opgeschreven. Ja, dat is uniek. Nu gaat het over de pijler Vincent van Gogh. Ja. Maar eigenlijk zouden we moeten nadenken van, goh, wat heeft Brabant gedaan om Vincent van Gogh zo te inspireren? Maar dat is ook en zo. Dat je dat vervolgens vastpakt en ook extensies, ook bruggen slaat. Omdenken. Want we hebben ook, even in mijn vak, we hebben de wereldkampioen darts, komt op Brabant. De wereldkampioen kickboksen, de beste zwemmer die we ooit gehad hebben. De beste DJ's. Antje van Grunsven, Leontien van Moorsel, Guus Meeuwis. Moet je kijken wie we allemaal hebben. En die hebben misschien wel eigenlijk iets gemeen met wat Vincent hier ook altijd heeft gevoeld. Nou, die Brabantse grond, hè, kan je zeggen, is blijkbaar een hele goede voedingsbodem voor heel veel talent, voor creativiteit. En daarin is ook Van Gogh een vernieuwer geweest in zijn tijd. Ja. En dat zie je wel meer natuurlijk. Is dit dan het verhaal voor Brabant? Een goede kunstenaar, Jeroen Bos kwam er achteraan. Ja. Het trekt ontzettend veel mensen. Ja. Hoeveel bezoekers heeft die tentoonstelling gehad van Jeroen Bos? De tentoonstelling alleen al is net afgesloten. Een kleine 500.000 verkochte kaarten. Maar dus we moeten volgend jaar weer een nieuw thema, een nieuwe kunstenaar erin gooien. En dan trekken we hier Brabant vol. Is dit het recept? We hebben natuurlijk nu twee prachtige jaren. Hè, met inderdaad enorme grote tentoonstellingen of programma's. Ik vind wel dat we dat door moeten zetten. Dus voor mij was Vincent van Gogh vorig jaar alleen het startpunt. Ja. Het begin van iets waar we nog veel meer aan moeten doen. Mm-hmm. Wat we veel groter kunnen maken. Maar dan moeten we een koppeling gaan maken. Denk. Dan moet je ook ondernemers erbij gaan betrekken. Sowieso. Dan moeten er instellingen mee gaan. Hoe ga je dat doen? Ja, nou, we doen dat al. Hè. We proberen juist bij die thema's, die vaak op de grotere locaties al heel goed te zien zijn, ook uit te leggen aan de kleinere ondernemers in de leisure-industrie hoe zij kunnen meedoen. Mm-hmm. En daar organiseren wij bijeenkomsten voor, masterclasses, allerlei manieren, toolkits. Kijk naar dat thema, kijk naar dat verhaal. En hoe kan je dat nou vertalen voor je eigen bedrijf? Ja. Op een heel praktisch niveau. Juist. Maar we kijken ook bijvoorbeeld hoe kunnen wij meer uitleggen of helpen en meedenken met hoe je een buitenlandse bezoeker bereikt. Want dat zien we ook in Brabant. Hè. Veel
bezoekers in Brabant komen uit Brabant zelf of vlakbij. Ja. Juist dat iets verder weg, België, Duitsland, daar zitten groeikansen. Maar als die dan ook eenmaal geweest zijn bij ons, komen die dan nog een keer terug of is het dan geweest? Nou, naarmate wij een betere gastvrijheid laten zien, en dat heeft ook te maken met het je in je eigen taal aangesproken worden of informatie ontvangen, en daar is echt nog een wereld te winnen in Brabant, dat leidt inderdaad bij Belgen en Duitsers tot herhaalbezoek, want dat zijn hele trouwe gasten eigenlijk. En als laatste dan, hoeveel banen kan dit opleveren? Ja, we hebben natuurlijk een groeiscenario waarin Visit Brabant meewerkt aan een hele beweging. Hè, waar een heel netwerk van partijen en uiteindelijk de ondernemer zelf, die zal het moeten doen. Ja. Waarin we in 2020 30.000 extra banen denken te maken. Dan hebben we het over 130.000 banen in Brabant. In want totaal. De vrije tijdssector maakt toch 10% uit van de werkgelegenheid hier. Zeker de moeite waard. Ja. Werk aan de winkel dus. Nou en of. Dankjewel. Als je Brabant nou met de fiets wil verkennen, dan is er sinds deze week iets nieuws. Een fiets-app die met beacon-technologie werkt. Dat is een app die ervoor zorgt dat fietsers via Bluetooth actuele omgevingsinformatie ontvangen. Hannelore Struis die sprong op de fiets en ze probeerde de app uit. We hebben in Brabant een groot fietsroutennetwerk, maar liefst 5000 kilometer. En een gedeelte van dat netwerk is tegenwoordig ook 3.0. Ja, en ik krijg op dit moment een berichtje binnen dat bij Hof Klein Mierde een kopje koffie met appelgebak klaar staat. Van Boer Maarten. Van Boer Maarten? Ja. Nou, let's go for that. Ja. Kijk, zet een aangeven hier zo. Ja. We zijn in Brabant eigenlijk alle centrumroutes aan het vervangen voor knooppuntroutes. We gaan ook alle panelen, circa 1000 panelen worden vervangen. De eerste 3.0 panelen zijn al geplaatst? Ja, het zijn eigenlijk hele innovatieve, slimme panelen. De eerste in Nederland met beacon techniek. Ja, en die beacon techniek die zorgt er eigenlijk voor dat als jij bij het paneel langs fietst, je een signaal krijgt op je mobiel met daarin eigenlijk omgevingsinformatie. Nou, volgens mij is dit zo'n beaconpaneel, hè? Ja, inderdaad. Dit zijn de nieuwe panelen die door heel de provincie Noord-Brabant worden geplaatst. Ja. En waar dus een enkele op de toproutes ook de beacontechniek wordt toegepast. Je installeert de app op je telefoon. Vervolgens kun je een routetje gaan zoeken. Nou, in dit geval zoeken we even in de omgeving. Je kunt vervolgens zien wat je allemaal onderweg op je route kunt gaan tegenkomen. Vervolgens gaan we de fietsroute starten en krijg je onderweg dit soort signalen. Ja. Dit... kopje koffie en een appelbol bij Herberg Hof Kleinmierde. Ja. Dat is hier denk ik, hè? Exact. En zo doen we dat ook met bezienswaardigheden en eigenlijk alle leuke dingen die onderweg te zien zijn. Ja. Maar ik moet het zo zien, je fietst voorbij het bord, je telefoon maakt door Bluetooth connectie met die paal. Exact. Ja. En dan krijg je dus plinkling. Ja, exact. Dan krijg je de informatie. Ik lees dat we eigenlijk nu het Vlaasven naderen, wat een uniek natuurgebied in Brabant is. En waar ook een uitkijktoren staat van 24 meter. Hoog. Zo word je een beetje opgevoed eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Je ziet precies en je hoort precies en leest precies wat er in de omgeving te doen is. Nou, we starten nu met de landgoederenroute. We hebben een aantal toproutes in Brabant. De Van Gogh fietsroute, de Liberationroute en de Trappistenroute. Nou, die kunnen we ook echt voor de internationale vermarkting gebruiken. Daarin willen we eigenlijk ook verschillende beaconpunten gaan koppelen. Zodat er bijvoorbeeld tijdens de route van Van Gogh zelf ook echt informatie over Vincent van Gogh wordt gegeven. Kunnen wij wel een appelbol verdiend hebben? Ja. Nou, de appelbol met appel van Boer Maarten. Ja, dat kan alleen maar lekker zijn, toch? Zo na een stukje fietsen wel, hè? Ja. Smakelijk. Nou, eet smakelijk. Een deel van de toeristen die naar Brabant reist, die komt binnen via Eindhoven Airport. Het is dé toegangspoort voor internationale bezoekers. Maar hoe interessant is Brabant om te verblijven? Dat is een beetje de vraag in deze uitzending. Joost Meijs, directeur van Eindhoven Airport. Brabant is toch hartstikke mooi? Waarom reizen al die mensen weer door naar Amsterdam of zo?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat Helene daar al een hele hoop over gezegd heeft. Dat we wat trotser moeten zijn, wat meer moeten benoemen wat er allemaal te doen is. Maar snap jij het, dat ze meteen doorreizen? Ik snap het wel, omdat we het nog niet verteld hebben. Maar ik snap het niet als je zegt van dat er niks te doen zou zijn. Want er is verschrikkelijk veel te doen in deze regio. Zeker ook voor internationale toeristen. Maar als je iets hebt, maar je vertelt het niet, dan weet de internationale toerist aan de andere kant van de grens het natuurlijk gewoon niet. Nee. Dus dat moet er gebeuren. En we zien nu dat wij op jaarbasis zo'n 500.000 internationale toeristen via Eindhoven Airport het land binnenlaten. Hoe lang blijven ze dan gemiddeld in Brabant? 2,5. Nou, voor degene, dat is dus het grote probleem. Voor degene die slechts 15% blijft in Brabant. Dat is weinig. Dus ze komen in Brabant aan via Eindhoven Airport, maar ze stromen direct door naar andere regio's. Dus ongeveer zo'n 100.000 van die 500.000 die blijven dan. Zeg ik het dan goed? Ja. Dat is exact. Ja. Dat is helemaal goed. En degene die blijft ongeveer 2,5 dag in Brabant. Maar het grootste gedeelte loopt dus weg. En dat is denk ik hetgeen wat we moeten gaan. Maar dus zo'n 80% reist door, 85%. Waar gaan die dan heen? Nou ja, niemand zou verbaasd zijn dat dat in eerste instantie Amsterdam is. Ja. Of de Bollevelden, of Volendam. Of die echte typische molens- en tulpentoestanden. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk gewoon heel erg zonde. Want Brabant is op zichzelf al een meerdaags bezoek waard. En dat moeten we gaan promoten. Ja, we willen geld ook aan ze verdienen natuurlijk. Wat geven ze gemiddeld uit hier? Nou, wat bij ons uit de getallen komt, is dat voor de groep die in Brabant blijft, hè, dus dat is die 15% tot maximaal 20%, die geeft ongeveer €65 per dag ter plekke uit. Is dat dan veel of weinig? Nou, ik denk dat het heel veel is. Als je kijkt, die 500.000 buitenlandse toeristen die wij naar Nederland brengen, ja? Die geven ongeveer 105 tot 200 miljoen euro uit tijdens hun dan verblijf in Nederland. Dan hebben we bedragen, ja, inderdaad. Ja. Dat is een hoop geld. Ja. En als dat bij de Brabantse ondernemer kan blijven, dan is dat natuurlijk ons wat waard. Zeker. Nou, even resume dus. 500.000 buitenlandse toeristen, 15% tot 20% blijft in Brabant. De besteding is gemiddeld €65 per dag en ze verblijven gemiddeld 2,5 dag. Dan zeg ik het goed, hè? Merk je nou nog bijvoorbeeld meer drukte als er zo'n voorstelling is van Hieronymus Bosch of dat er een Dutch Design Week aan de gang is? Ja, merken jullie daar iets van? Dat merken we. Zeker de Dutch Design Week. Daar komen natuurlijk honderdduizenden bezoekers. Dat geldt trouwens ook voor het Hieronymus Boschjaar. En dan merken we dat zeker de vliegtuigen die uit designbestemmingen komen, hè, dus veel uit Milaan of hè, die zitten echt voller op het moment dat de Dutch Design Week er is. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is voor ons goed, maar dat is voornamelijk voor Brabant goed en natuurlijk voor de Dutch Design Week. Maar maakt het jullie eigenlijk als Eindhoven Airport uit of ze nou hier blijven of doorreizen? Een beetje wel. Ik denk, wij zijn een Brabantse luchthaven. Gaat niet alleen om de vliegbewegingen? Nee, het gaat niet. Kijk, op zich, zakelijk gezien, maakt het nog niet zoveel uit of ze naar Brabant gaan of dat ze naar Amsterdam gaan, die toerist. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het draagvlak rondom de groei van Eindhoven Airport is soms heel belangrijk. De lasten slaan ook neer op de regio, hè, geluidsoverlast bijvoorbeeld. Ja. En dan zou het wel aardig zijn als zoveel mogelijk van de goede kanten, dus gewoon die 200 miljoen, 105 tot 200 miljoen euro, dat zoveel mogelijk die ook bij de Brabantse ondernemers terechtkomt. Dat zou voor ons het is ook een proces natuurlijk, hè? Het is ook een kwestie van tijd allemaal, want ik bedoel, 10 jaar geleden was Eindhoven Airport een heel ander fenomeen dan nu. Ja. Dus het is ook denk ik logisch dat het in de perceptie van de toerist en van de reiziger moet groeien. Dat ze gaan voelen en gaan weten en gaan horen en beseffen van als wij vliegen op Eindhoven Airport, dan moeten we even in Eindhoven zijn. En we moeten even naar Den Bosch en we moeten even naar... Vul maar in. Ja. Dat moeten we ze eigenlijk al vertellen nog voor ze vertrekken. Hè? Ja. Dus eigenlijk heeft Joost een sleutelrol met zijn vliegveldje. Wij liggen in de toegangspoort. Eigenlijk ligt het allemaal bij jou. Ja, vliegveld. Dat zei ik liefkozend. Maar vind jij dat er genoeg aan gedaan wordt of vind je inderdaad ook dat die functie ook bij jullie ligt? Nou, de functie om Brabant te promoten primair ligt niet bij ons. Ik denk dat het aan ons de taak is om steeds meer bestemmingen met luchtvaartmaatschappijen op te zetten naar nieuwe buitenlanden. Ja. En de toeristen die vanuit die buitenlanden naar Nederland willen komen te begeleiden via Eindhoven Airport het land in. Maar vind je dat er genoeg aan gedaan wordt om die buitenlandse toeristen hier te houden? Ik denk nog niet. Ik denk dat dat is denk ik ook waarom Visit Brabant zo'n belangrijk instituut is. Mm-hmm. Om juist die Brabants of die buitenlandse toerist veel meer te laten weten wat hier allemaal te koop is. Bob, wat vind jij nou het meest opvallende wat je gehoord hebt, zeg maar, als marketeer van Brabant? Je gaf natuurlijk net al wat tips, maar... Ja, als ik jou hoor praten, dan denk ik van, ja, weet je, natuur en dat soort kreten. Dan denk ik van, ja, maar Friesland heeft ook natuur. En Limburg heeft ook natuur. Ja. En Drenthe heeft... Ja. Dat roepen ze allemaal. Ja, daar zullen we dus het ook niet mee gaan zullen echt... Nee. En dat is een hele mooie exercitie natuurlijk, met al die parels die we hebben. En daar hoort Eindhoven Airport bij, daar hoort Efteling bij, daar hoort de natuur bij. We zullen moeten nadenken op een iets hoger abstractieniveau van, wat maakt Brabant nou Brabant? Ja, tegelijkertijd, als je naar de
tour operating markt gaat. En daar zijn wij heel veel, hè, in het buitenland, op de beurzen. Kijken hoe wij kunnen uitleggen wat Brabant te bieden heeft. Mm-hmm. Dan merken we ook dat je soms wel heel concreet moet blijven. En dan werkt het toch inderdaad om die 10 hotspots, om de Efteling en Van Gogh en Jeroen Bos en de mooie binnenstad te noemen, te laten zien. We nodigen ze ook uit, hè. Ze komen hier kijken. En dan werkt het wel dat Van Gogh is de verleider. Die kennen ze, die willen ze zien. Ja. Laten wij ook altijd nog wat anders zien. En ja, dan maar, ineens... Jawel, maar we zijn er daar niet mee. Hè? Nee, maar nee. Ons ook iedere provincie kan 10 dingen noemen. Ja. Van wij hebben dit en dit. En dan heb je ook 10 dingen. Ja. Maar eigenlijk zou je het... Je moet je nog meer onderscheiden, ja, voor mijn gevoel. Ik vind wel dat je de top 10 van de meest attractieve bestemmingen van Brabant moet kunnen noemen. Zo. Zeker, we mogen en best een beetje trots zijn op ons Brabant. Dank jullie wel. Dat zijn we eens. Nieuwe technieken ontwikkelen, ja, dat hoort natuurlijk ook bij onze provincie. Hè. Dat kunnen we ook nog meenemen. Daar kunnen we ook heel veel toeristen mee gaan trekken, denk ik. Want virtual reality is zo'n techniek. Op Strijp S in Eindhoven zijn ze er al best wel ver mee. Daar openen ze binnenkort een eigen virtuele wereld. Wij zijn Nervurst. Wij houden ons bezig met het maken van hele gave, mooie virtual reality ervaringen. Wij bestaan sinds februari dit jaar en zijn voortgekomen uit een zestal zelfstandige ondernemers. Die eigenlijk allemaal een andere achtergrond hebben buiten VR, virtual reality. Dus het gaat om programmeurs, om concept artists, animatoren, architecten. En juist die combinatie van die disciplines maakt het heel interessant om dat soort hele pakkende ervaringen te maken. Wat ons plan is om binnenkort van virtual reality een nieuw soort sociale activiteit te maken. Dus eigenlijk het verlengde van wat men nu doet, terrassen, bowlen, lasergamen. Alles wat je in groepsverband kan doen, maar wat eigenlijk een nieuw niveau is. Dus wat wij willen doen is een bepaalde experience center maken. We bevinden ons dus nu in het Veengebouw en dit is dus een mogelijke locatie van waar straks ons VR Experience Center zou kunnen gaan plaatsvinden. En dit is dus 2000 vierkante meter aan ruimte die wij straks volledig kunnen invullen met minigames, met andere spelletjes, sport, spel, schieten, racen. Dus je kunt je voorstellen dat we bijvoorbeeld hier een groot doolhof maken. Een virtueel doolhof dat niet bestaat, maar wat alleen zichtbaar is door middel van die bril. En met deze trackers, deze controllers, zou men bijvoorbeeld een zaklamp kunnen simuleren. Dus ik loop hier rond en ik bekijk hier met mijn zaklamp het doolhof. En ik moet mijn weg naar de uitgang zien te vinden. Omdat het in VR is geplaatst, zijn we dus ook heel makkelijk in staat om van verschillende levels en verschillende spelletjes te wisselen, zonder dat we hier de ruimte hoeven aan te passen. VR is over het algemeen gewoon een soort van solitaire ervaring. En nu brengen wij mensen samen binnen een wereld wat eigenlijk tot nu toe niet voor mogelijk was. Nu is het vooral visueel, met de bril en met geluid. Maar je kunt straks ook op tast, zodra ik iets aan lijkt te raken, dat door middel van motortjes dat ook echt zo voelt. En dat je daardoor eigenlijk een naadloze transitie hebt tussen de virtuele en de fysieke wereld. Dus wij merken dat er op dit moment nog een redelijk grote terughoudendheid heerst onder klanten, onder mensen over het algemeen, tegenover het gebruik van VR. Voornamelijk ook omdat ze het zien als een soort van gimmick, als een handig speeltje wat je er zomaar bij neemt. Maar wij zien het echt als een meerwaarde voor de huidige Brabantse vrijtijdseconomie. Meerwaarde voor de Brabantse vrijtijdseconomie. Nou, die kun je op de agenda erbij zetten. Als laatste dan een rondje. Wat is je favoriete hotspot in Brabant, Helene? Het nieuwe Biesbos Museum. Heel erg de moeite waard. Vooral de route er naartoe is zo prachtig. Ja, jij bent vast op de hoogte. Bob, ik ben benieuwd. Nou, ik ben afgelopen weekend nog 2 keer in Griensveen geweest. Zo'n klein pittoresk peeldorpje. Een soort openluchtmuseum is het. Het heeft te maken met die story van mijn familie en allerlei andere dingen. Maar daar kom ik ontzettend graag. Griensveen, zeer de moeite waard. Nou, komt iedereen daar straks. Ja. En Joost? Strijp S. Strijp S? Voornamelijk tijdens de Dutch Design Week. Dat vind ik zo'n fantastische plek. Internationaal, het bruist, grootstedelijk. Ik vind het een fantastische plek. Ja. Okay. Maar Griensveen is toch in Limburg, of niet? Dat is een goeie. Ligt het nou net in Limburg of niet? Nou, goed, die zoeken we op. Die zoeken we op. Goed, dank jullie wel allemaal hier aan tafel. We zijn er doorheen voor deze week. Wil je nou nog iets kwijt? Twitter dan mee met de hashtag #BoomingBrabant. Of je stuurt een mailtje naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.
Thank you.